280 deelnemers, oud en jong, die gingen van start in de hel van de pin. Ja. Gaston, ga je het overleven? Ik hoop van wel, ja. Deelnemers aan de hel van de pin die mogen geen moderne fietsen hebben. Het is koersen zoals 65 jaar geleden werd gekoerst. Die fietsen mogen geen versnellingen hebben. Ze mogen niet vastzitten aan de trappers, hè, wat gebruikelijk is bij racefietsen. En ze mogen geen krom stuur hebben, ze moeten een recht stuur hebben. Erwin van der Broek is de tourdirecteur van De Hel. Nou, als we het over De Hel hebben, kan ik maar aan één liedje denken. Dat is Sympathy for the Devil van de Rolling Stones. Want we hebben een hel gehad hier vandaag. Een verschrikkelijke hel. Bloedheet. En we gingen ervoor. Ik ben Sverre. Ik ben 15 jaar en ik doe elk jaar bijna mee. En ik vind het hartstikke leuk om hier mee te doen met Hel van de Pin. Berucht onderdeel van de Hel van de Pin is de kolenbaan. De kolenbaan, dat is een weg met heel veel steen en zand. Stof en nog eens stof. Waar je dan doorheen moet weten te rijden. En, Als je de kopgroep rijdt achter de motor. Die motor maakt stof. Die mannen zijn bezweet. Dames trouwens ook natuurlijk. Het gaat gewoon puur om stampen, ja. En koersen. En koersen, ja. En dan 800 meter in de kolenbaan. Die stof komt op ze. Allemaal zwart over de finish. Verschrikkelijk. Het was een hel. De Hel van de Pin. Volgend jaar wordt editie 66 verreden.